Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag ga ik voor jullie een Q&A doen. En ik ga die gewoon random door de morgen doen. Dus nu zien jullie mij zonder schmink. Misschien heb ik zelfs wel schmink op. Want ik heb een meeting om 2 uur. Dus ik ga me wel moeten schminken. Maar ik dacht, ik ga al beginnen. Met de eerste vraag. En die begon direct goed. Waar zie jij jezelf binnen 5 jaar? Ik heb ook gekregen 10 jaar en 15 jaar. Maar ik zal gewoon zeggen, binnen 5 jaar. Ik hoop natuurlijk dat ik nog ergens voor een groot deel dit als mijn job kan doen. Dat het er nog is en dat ik nog altijd een soort van inspiratiebron online kan zijn voor jullie. Jullie kan helpen en ja, gewoon nog online aanwezig kan zijn. Dat hoop ik ten eerste. Ik hoop ook dat we dit huis hebben gekocht of kunnen kopen. Fingers crossed. Ik zou hier echt heel graag willen blijven wonen. En over 5 jaar hoop ik natuurlijk ook wel dat we een kindje hebben. Of 2 kindjes, who knows. Dat zou leuk zijn. En misschien getrouwd. Want ik wil ook wel graag nog altijd trouwen. Dat weten jullie ondertussen wel, denk ik. Dus dat zou ik ook wel fijn vinden. En ergens zou ik ook wel heel graag een business met Niels samen starten. Maar ja, wat of hoe? Dat is nog een vraagteken, dus dat weet ik niet. Maar ja, dat zijn zo wel mijn punten die ik over 5 jaar wel zou willen. Ik hoop natuurlijk ook dat de wereld over 5 jaar gewoon terug heel normaal is. En dat we terug kunnen reizen, te groeien en... ja, gewoon dat ik een fijn leven heb. Geld kan verdienen met de dingen die ik heel graag doe, zoals nu. Dat blijft. Ja, misschien een business met Niels kan starten. Dat, ja, dat zou ik wel leuk vinden. En dat ik 1 of 2 lieve kindjes heb. Ja, dat is denk ik mijn droom. En dat ik, mijn doel voor binnen 5 jaar. En dat ik Niels mijn man mag noemen. En dat we een eigen huis hebben. Als het dit niet is, een ander dan. Maar dat is, ja, dat zou ik wel heel graag willen. Oké, de volgende vraag. Ik ga er nog wel eentje doen. Je zou er mooi uitzien met kort haar als een bob of zo. Wat denk je? Zou je dit ooit doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik mijn haar ooit heel kort zou knippen. Misschien zo of zo. Maar ik denk niet dat ik met een bob zou staan. Daar is mijn gezicht veel te langwerpig voor. Allee, ik heb best een heel lang gezicht. Dus nee, dat zou ik niet doen. Okay, ik was mij aan het schminken. Want het tuinhuis is net aangekomen. We hebben een tuinhuis gekocht. Ik ga even de garage open doen dat die man me kan binnenzetten. Dat ziet er raar uit met zo'n dingen. Maar een vraag die altijd terugkomt en heel veel is: hebben jullie een kinderwens? Dat heb ik al 100 keer beantwoord. Maar ja, dat hebben we. We zullen zien wanneer onze tijd is en wanneer het ons gegund is. Ja, meer kan ik daar ook niet over zeggen. Je weet niet hoe dat gaat gaan, natuurlijk. Oké, ondertussen. De garage is nog aan toe gaan, maar ondertussen is ons tuinhuis aangekomen. Woehoe! Jij! Maar dus wat ik nog wou zeggen over willen we kinderen. Ja, willen we graag kinderen? Weet je gewoon natuurlijk niet, is dat ons gegund? We zullen wel zien. Niels en ik proberen er ook... oei, ik word zo donker. Niels en ik proberen ons er ook niet te fel over op te jagen. Of er te fel over in te zitten of zo. We zien gewoon wel wat het universum ons brengt en ons gegund is. Dus, maar die vraag heb ik echt al 100.000 keer beantwoord of zo.
You guys really want to see us having kids, hè? Dat is duidelijk. Wanneer hopen jullie de winkel van Totally Too te kunnen openen? Good question. Weten we zelf niet echt. We wouden natuurlijk voor de corona open gaan. Maar ja, corona stak er een stokje voor. En dan hebben we beslist om dat even on hold te zetten. Zeker ook omdat, ja, dan gingen de winkels open. Dan gingen ze weer toe. Dan gingen ze weer open. En daar hadden we ook gewoon geen zin in. We willen sowieso onze winkel niet 6 op 7 of zo open doen. Dat is niet onze bedoeling. We willen gewoon eerder zo pak een woensdag of een zaterdag of een vrijdagavond dus openen. Dat is ons plan. Maar wanneer? Ja, we weten het niet. Ik denk dat we sowieso gaan wachten tot alle coronaregels voorbij zijn. En ja, we gewoon fatsoenlijk open kunnen gaan zonder dat mensen maar 30 minuten mogen shoppen. En passen, ja oké, maar dan de kleren moeten ontsmet worden. Al die zever, dat willen we niet. Dus ik denk gewoon dat we daarop gaan wachten. We hebben het pand toch sowieso voor, ja, Totally Too, de webshop. Dus ja, we hebben het pand niet voor niks natuurlijk, want we runnen er ook onze webshop. De volgende vraag is, wat is je lievelingsfruit? ik eet best veel fruit graag. Maar ik denk misschien toch aardbeien. Ik denk wel dat dat standaard is, dat velen dat heel graag eten. En mango vind ik ook wel heel lekker. En banaan. Misschien aardbeien en banaan. Banaan eet ik thans niet zoveel, maar dat is wel denk ik een van mijn favoriete fruitjes. Welke landen zou je graag nog eens bezoeken? Ik wil heel graag naar Bali gaan. Sowieso. Ik wil echt graag Bali eens doen. Ik weet dat daar al heel veel mensen zijn geweest en dat dat wel zo hot, hip en happening is. Maar ja, dat zal ook allemaal voor na de corona zijn, want ik heb nu geen goesting om een lange vlucht te gaan, een lange reis te gaan maken en dat er dan weer niet versoepelingen, maar verstrengingen komen of zo. Dus daar heb ik ook gewoon geen zin in. En wat ik ook nog wel graag zou bezoeken is Malediven of Bora Bora of zo. Maar ja, a girl can only dream, hè. Wie weet kom ik er ooit wel. Zijn er dingen waar ik op dit moment nog altijd spijt van heb die er zijn gebeurd in mijn leven? Ik denk het niet echt. Niet echt spijt, want ik denk dat als die dingen allemaal niet gebeurd waren, dat ik nu niet was waar ik zou zijn in mijn leven. En ik ben echt heel gelukkig in mijn leven. Dus ik zou het echt nu voor geen geld van de wereld willen veranderen. Hoe alles is en hoe blij ik ben met Niels. En hoe alles gaat. Maar als ik dan één ding misschien moet zeggen, is dat ik ooit te snel een huis heb gekocht met een ex-vriendje toen. En mij daar een beetje toe heb laten overhalen. En dat daarna best wel een financiële kater was voor mij. Dus, maar ja. Liefde maakt blind, zeggen ze, hè. Maar daar heb ik wel spijt van, omdat ik er echt wel veel geld door verloren. Maar uiteindelijk heb ik er ook heel veel uit geleerd. En ik zou nooit zoiets stom nog gedaan hebben of doen. Shit happens, zeg ik altijd. En er zijn ook dingen gewoon waar je van leert natuurlijk, hè. Dat gebeurt en dat is een levensles. Deze vind ik wel goed. Wat is het vreemdst wat je aantrekkelijk vindt aan Niels? En veel mensen gaan het vies vinden waarschijnlijk, maar ik vind
Niels zijn voeten heel aantrekkelijk. Niels heeft echt voor een man te zijn hele mooie en hele zachte voeten. Want Niels werkt natuurlijk in een carrosserie, nee, hoe noemt dat, mechaniek, carrosserie, auto dingen allemaal. Dus hij staat heel de dag. En toch, die zijn voeten zijn echt babyvelletjes, zacht, echt zalig. Dus dat vind ik het aantrekkelijkste, het raarste aantrekkelijkste aan Niels. Vind je het belangrijk om eerst te trouwen vooraleer je aan kinderen begint? Nee, dat vind ik niet. Ik ben niet zo traditioneel ingesteld dat je eerst moet trouwen en dan kinderen. Ik vind, je kunt ook trouwen als je kindjes hebt. En dat heeft ook iets, hè. Dan kunnen die zo het altaar wandelen en zo. Dus nee, dat hoeft voor mij niet per se, nee. Doe jij nu nog steeds Fitology en merk je effect of verschil? Ah wel, ik doe momenteel geen Fitology meer. Want ik heb een ontsteking on my boob. Dus ik heb een borstontsteking aan de linkerkant. Waardoor dat ik niet mag sporten en zeker niet met de elektroden en zo. Want ja, de kans dat dat mijn implantaat gaat laten ontsteken is klein, maar die is er wel. Het is eigenlijk gewoon een klier in mijn borst die ontstoken is. Dus ik probeer gewoon even uit te kijken en even Fitology on hold te zetten tot dat genezen is. Maar dat kan wel even duren. Dus ja, misschien TMI. Maar ja, dat gebeurt wel soms dus natuurlijk bij vrouwen. En er is een klier opzij aan mijn borst die ontstoken is. Dus daarom ga ik momenteel niet naar Fitology. Maar eens ik terug mag, ga ik sowieso teruggaan. Ik vond dat echt super om te doen. Veel zwaarder wel als ik had gedacht. Keep that in mind. Maar ik had de dag daarna ook zoveel spierpijn. Ik voelde me echt goed. Dus ik wil dat ook terug oppakken. Eens mijn ontsteking weg is. Maar ja, ik ben 2 keren geweest, dus heel veel verschil zie ik natuurlijk nog niet. Hoe ga je om met een angststoornis en een kinderwens? Dat vind ik wel een goede. Want ik heb natuurlijk emetofobie, wat een angst is voor overgeven. En ja, ik denk als je natuurlijk zwanger bent, dat de kans erin zit dat je wel eens overgeeft of misselijk bent of ochtendmisselijkheid en van die dingen allemaal. Ik heb momenteel mijn beste vriendin en heel goede vriendin Charlotte en dan Céline zijn zwanger. Dus ik zie dat wel bij hun. Charlotte heeft altijd overgegeven het eerste trimester. Céline is heel mottig het eerste trimester. Dus ja, dat baart me natuurlijk wel ergens zorgen dat als ik ooit zwanger ben, ik dat ook zou hebben en mijn angst dan verder zou zijn. Maar uiteindelijk is de kinderwens wel groter dan de angst voor de angst en het overgeven. Dus ik zou gewoon dan denken van ja, dan moet ik dat even doorstaan. En it's not gonna be fun als ik dat al heb natuurlijk. Want je weet dat niet, sommige vrouwen hebben geen last. Ik hoop dat ik zo'n vrouw ooit ga zijn, maar you never know. En ja, gewoon doorstaan, denk ik. En ja, ik weet niet, gewoon. Mijn kinderwens is wel groter. Ik zou niet zeggen van, ah ja, met die angst ga ik niet aan kinderen beginnen. Want ik wil wel graag kinderen. Dus ja, dat is gewoon afweging. En misschien zijn dat 9 maanden van hel of een paar maanden van hel. Of misschien gaat het allemaal wel goed. Dat weet je gewoon niet op voorhand. Dat is niks wat je kunt plannen. En ik denk gewoon dat het eindresultaat natuurlijk een kindje veel belangrijker is voor mij om dat even allemaal te doorstaan. Okay, de laatste vraag die ik ga beantwoorden, want ik ga deze video nog vandaag online zetten, want ik had gewoon geen video. Er is gewoon echt letterlijk niks om te filmen. We zitten heel dag thuis en er is gewoon echt niks om te filmen. Dus
Ja, ik moet deze video nog online krijgen. Maar dus de laatste vraag. Ik ben een buikslaper en overweeg een borstvergroting te doen. Kan je nog op je buik slapen, denk je? Ja, je kunt gewoon nog op je buik slapen. Ik slaap ook soms op mijn buik. Meer zo half op mijn buik. Weet ik ook nog moet uitleggen. Maar ja, ik lig ook vaak gewoon wel op mijn buik. Of als je eens naar het strand gaat en je wilt tijnen en je gaat op je buik liggen. Dus, allee, dat mag en dat voelt niet raar. Dat voelt gewoon als ik ervoor kleine borstjes had, maar nu heb ik gewoon meer borsten. Dus dat mag wel. Ik denk natuurlijk nu als je gigantisch groot gaat gaan en echt zo van die ballonnen steekt, dat je nog moeilijk op je buik kunt slapen. Maar als het natuurlijk is en het is in proportie met je lichaam, dan kun je wel op je buik slapen. Natuurlijk in het begin kun je niet op je buik slapen. Daar moet je wel rekening mee houden. Moet wel 6 weken was dat denk ik. Best op je rug of je zij slapen. Ik had toen zo'n heel groot zwangerschapskussen was dat eigenlijk gekocht. En dat heb ik gebruikt om altijd goed op mijn rug te kunnen liggen. Ik ben sowieso wel wat een rugslaper. Dus ik had daar niet heel veel problemen mee. Maar met dat zwangerschapskussen kun je dan ook op je zij rollen. En ondersteunt dat eigenlijk je borsten. Dus dat is wel echt een aanrader. Als je een borstvergroting laat doen en je bent geen rugslaper, dan is een zwangerschapskussen wel ideaal. Want dan blijf je er mooi tussen liggen. Maar dat is maar de eerste 6 weken. En daarna is dat ook voorbij en mocht je terug op je zij en je buik en zo liggen. Alrighty, dat waren de vragen. Ik ga dat misschien nog eens doen. Zullen we zien. Ik heb me trouwens ondertussen geschminkt. Ik heb gewoon basic gedaan, want ik moet vandaag niet geen foto's of zo maken. Dus ik heb ook geen foundation gebruikt, maar alleen maar concealer, mascara, blush en wat highlighter. Ik zie er trouwens echt moe uit. Ik heb niet goed geslapen, want oh, ik heb zoiets in mijn keel. Want Muffin heeft het echt en hangt het echt uit. Ik weet niet wat die heeft, maar die jankt de hele tijd in de gang boven. En echt zo, meeuw, echt zo heel hoge pitchtoontjes. Dat Niels en ik er echt gek van worden. En het is vooral als Niels opstaat om te gaan werken. En dat is al rond 6:45. Maar dan slaap ik nog tot 8:30, 8:30 of zo. En Muffin staat gewoon de hele tijd in de gang te janken. En zo kan ik gewoon niet slapen. Dus ik heb echt slecht geslapen. Want ook gisteravond was die lawaai aan het maken. En, oh. Maar ja, oké. Straks hopelijk beter, hè. Dus ik ga hier deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie deze korte vraagjes leuk. Zijn jullie weer wat meer te weten gekomen? Als jullie video-ideetjes hebben wat jullie echt graag willen zien, laat het mij weten onder in de beschrijving. Natuurlijk, nu komt het weekend er weer aan. Kan ik weer vloggen? Want in het weekend doen we meestal wel meer dan door de week. En ja, dan misschien als we tuinhuizen in gaan zetten. Of de terrasjes gaan open, maar het wordt wel slecht weer. Wie weet dat we een terrasje gaan doen, ik weet het niet. Momenteel met dat weer denk ik niet dat we dat gaan doen. Maar we zullen zien. En dan heb ik wel zo weer dingen om te filmen in het weekend. Maar door de week is gewoon zo moeilijk. Daarom ook dat er op vrijdag voorlopig nog altijd geen video komt. Dus nu 3 keren op vrijdag geweest, denk ik. Ik ga dat even zo houden tot we gewoon terug meer dingen doen in het dagelijks leven. En naar meer dingen kunnen gaan. En als ik iets heb om te filmen natuurlijk, dan komt er op vrijdag wel een video. Maar deze week nog niet sowieso. En dan, ja, zullen we zien hoe dat verder verloopt. Maar ja, ik wil sowieso terug video's op vrijdag. Maar er moet gewoon echt meer te doen zijn, want ik verzin gewoon maar iets om hier te doen. En ik wil ook geen saaie video's geven dat jullie denken, wat is dat? Maar dat wil ik ook niet. Dus ja, als jullie ideetjes hebben, let me know please. En dan ga ik die heel graag lezen en eens kijken wat
ik ermee kan doen. Maar voor nu dus, au revoir. En dan zie ik jullie snel weer.